Er komen dagelijks veel bizarre verhalen voorbij in de rechtbank, maar dit verhaal lijkt net uit een horrorfilm te komen. Een 23-jarige moeder uit Kiev in de Oekraïne is aangeklaagd voor het vermoorden van haar bijna tweejarige zoon en het ernstig martelen van haar driejarige dochter. Dit gebeurde zo'n twee jaar geleden, maar nu pas is de moeder mentaal sterk genoeg om berecht te worden. De kinderen leefden in een ronduit smerig appartement wat door ooggetuigen een martelkamer voor kinderen genoemd wordt. Hier sloot de horrormoeder haar kinderen regelmatig op zodat ze uit kon gaan met haar vriend en dat liep zo uit de hand dat de kinderen soms negen dagen zonder eten en drinken hebben gezeten. Ze probeerden uiteindelijk het behang van de muren te eten en aten zelfs hun eigen uitwerpselen. Lokale media melden dat de rechtbank bewijzen heeft dat ze dit alles expres deed zodat de kinderen ziek zouden lijken en dat ze door foto's van haar kinderen op internet te plaatsen online om donaties kon Een journalist die bij de rechtszaak aanwezig was, laat weten dat de moeder, die tot 15 jaar in de cel kwam landen, geen berouw toont en zelfs gelachen zou hebben in de rechtszaal. Het zoontje heeft de tragedie dus niet overleefd. Het meisje is mentaal nog steeds herstellende en wordt binnenkort ter adoptie afgestaan.